Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb Liam en Sam weggebracht naar schooltje. Sam die gaat vandaag voor het eerst. En die zit vandaag dus nog bij Liam op de groep. Vanaf maandag is Liam op een andere groep. Dus dat is helemaal top. Dus het is vandaag tegelijkertijd Sam zijn eerste dag en Liam zijn laatste dag. Dus dat hebben we goed geregeld. Ik heb zo een gesprek met de logopedie. Voor zeg maar hervatting van Jordi zijn logopedie op school. Dus daar heb ik daar een gesprek over. En om 11:30 moet ik Liam en Sam weer ophalen. Dus ik heb heel eventjes een momentje voor mezelf en een gesprek. Dus dat... jullie gaan nu eerst zien hoe Liam en Sam erbij zaten toen ik ze naar school bracht. Daarna heb ik niet meer kunnen filmen, want ik was al te laat. Liam heeft namelijk op dit moment kapotte billen. En die had net voordat we gingen nog geboekt. Dus die moest ik even doen, maar dat is gillen, gillen, gillen. Dus ik kon verder niet filmen. Ik had wat haast. Oh, trouwens, Liam heeft ook nog getrakteerd. Fruitsalade en chocolaatje voor de juf. En die bellenblaas die ik in de vlog liet zien. Die ik de vorige vlog liet zien. Dus dat. Ik ga me voorbereiden voor het gesprek. En dan dat. Ja! Gaan we gauw? Ik heb de twee ratjes opgehaald. Sam vond het helemaal geweldig. Is helemaal vies van het kruipen en doen. Liam vond het ook leuk. En dat was de laatste dag van Liam. Liam heeft een mooie muts gekregen. En toen waren we weer thuis, want het begon te regenen. Ik zal even Sam laten zien hoe dat hij terugkomt. Sam is helemaal vies, hè? Ja, Sam is helemaal vies. Ja. Heb je lekker gespeeld, hè? Ja. Ja, dat ben jij. Kijk, nou zie je niks. Dat ben jij. Hallo. Lekker gespeeld, hè? Ja. Het is helemaal vies. Dus ik ga hem zo even schoonmaken. En Liam die ziet eruit zoals Liam er altijd uitziet als hij ervan terugkomt. Normaal. Ja. En nu ga ik heel even zorgen dat ze zo allebei even lekker naar bed gaan. Even Liam verschonen. Verzorgen in ieder geval. Want Liam die heeft echt een rode kont met de wondjes eraan. Dus dat is echt zielig. Zij is ook al op school. Zij is het ook al van... Dus dat. Ik ga heel even aan de slag. Zorgen dat ze lekker even een bedje gaan. Ik heb Jordi opgehaald. Liam heeft niet geslapen. Sam wel. Maar dan heb ik Jordi opgehaald. En daarna heb ik geen tijd meer gehad om te vloggen. Want... drukte. Dus dat. Ik heb eten gemaakt. Kapsalon eten. Tada! Lekker happen. Lekker, Liam? Beetje vreemd, hè? Maar wel lekker. Waar zijn mijn kinderen en mijn vrouw toch? Zou het niet weten? Ik had last van kinderen, dus ik heb onszelf maar even opgesloten. Ik denk dat ik hier een hangslotje om ga hangen. Ja, tuurlijk, zou ik wel zeggen. Heerlijk zo. Alleen Jordi wordt wel gek van Liam. Ja, er zijn zoveel etters in zijn bed, nou. Nee, Sam vindt die prima. Hier zit dus ook hand in hand uit te houden, dus dat is goed. Maar hij is Liam een beetje beu. Een hele goede morgen. Ik lig momenteel heerlijk bij Joffie. Ligt lekker te koelen. Daar hebben we Liam, die is aan het spelen. Kontje is nog steeds kapot, maar hè. Sam, die is ondertussen acrobaat aan het uithangen. En Jordi, die heeft buikpijn. Die zit daar, staat daar. Doet zijn eigen ding. Maar ja, dat dus.
even deze stoel naar buiten gooien. Want ik heb hem er nou al 30, 40 keer in afgehaald. Hoppakee. Dus Niels is werken. Die komt tegen 4:30 thuis. En dat is wat we vandaag doen. Oh, mijn meisje. Gezellig, hè? De bitjes onder elkaar. Ja, de enige. Even kijken, want Liam is van alles aan het uitvreten op zijn slaapkamer. Ik weet niet of jullie mij horen. Anders leg ik later nog wel even uit. Doen. Waarom zit je daar? Ja. Ja, waarom zit je daar dan? Vind je dat leuk om in de laai te gaan zitten? Nou, ga op je bed zitten. Als het boem... Heb je... Serieus? Heb je alle boemba's in je... Wat heb je hier allemaal in gedaan? Zullen we even kijken. We hebben een boemba. En we hebben een Nijmi. En we hebben een Boomba. En wat hebben we hier nog meer? We hebben nog een Boomba. Je hebt gewoon drie Boomba's hier. Heb je gewoon die laatste meegejat? Van beneden. Ja? Heb je dat gewoon gedaan? Ik denk, hij is nog steeds wakker. Maar ik wou gewoon heel eventjes rust. Want hij was al de hele ochtend. Hij niet alleen hoor. Alle kinderen. Al de hele tijd aan het etteren. Dus ik denk, ik hoor niks meer. En ik ga toch eens boven kijken. Lag hij dus in zijn laai. Mama, jouw slaapzak losmaken? Mama, losmaken? Dus dat. Een hele goede morgen. Ik heb alle bedden afgehaald. De wasmachine staat er weer aan. De droger staat er weer aan. Ik heb vandaag 3 doelen. Al mijn was weg. Bedden opgemaakt. Nou, bedden heb ik al afgehaald, dus die moet ik alleen even opmaken. En de kleding van Jordi, Liam en Sam uitgezocht. Want ik deed gisteren een shirtje van Liam bij Sam aan en het paste eigenlijk perfect. En ik zat altijd te twijfelen. Ik denk 92 te groot of precies goed te klein. Maar ik vind het dus wel te klein. Dus hij gaat gewoon van die 92 af. Want hij heeft ook een lange rompje net als wat Liam heeft. Dus ik ga gewoon even alles uitzoeken. En heel veel shirtjes wat Jordi heeft kunnen ook naar Liam toe. Omdat Liam ook een langer rompje heeft en Jordi ook een langer rompje heeft. Dus die kan echt naar een volgende maat toe. Dus dat zijn mijn doelen voor vandaag. Ik ben moe. Ik heb last. Dat. Maar goed. Ik geef verder. En dit is niet mijn enige was hoor. Ik heb ook nog tafels liggen. Dus dat gaan we allemaal maar eventjes doen. Dus ja. Ik heb genoeg te doen. En gelukkig is nieuws. Het is weer zondag. Dat is lekker, Jordi. Yummy, yummy. Met je mondje. Wat is dat? Mama helpen?
We zijn hem ook aan het leren om een stukje af te bijten, maar dat doet hij nog niet. Moet je afbijten? Nou, het past. Zoals je ziet. Lekker? Volgens mij vindt hij het prima. En dan hebben we hier natuurlijk de rest van de Bambix-bende die lekker aan het genieten zijn. Ik heb broodjes, croissantjes gemaakt met knakworstje en kaas en een broodje met hamkaas. Mmm. Lekker met knakworstje? Moet je even een stukje nog kleiner maken. Hij stopt hem helemaal in de mond, want hij bijt niet af. Is hij lekker? Ja, en dat zonder videootje. Op het moment dat we dit fruit zouden gebruiken, dan zou hij wel video willen. Dan gaat hij niet zonder video zomaar doen. Maar dan moeten we hem eerst laten staan. Ja. Zo heeft elk kind, elk mens zijn eigen gebruiksaanwijzing. Toch, Niels? Mm-hmm. Nou, dan gaan we lekker even eten. We zijn lekker avond aan het eten. Ik heb hamlapjes met aardappeltjes en boontjes. En champignonsaus. En champignonsaus en jus. Niels heeft straks al boodschapjes voor mij gedaan, zodat ik niet uit de deur uit hoefde. En ja, wat ik allemaal gedaan heb, voornamelijk was. Ik moet nog één ding dadelijk na het eten doen. En dat is de kast van Liam uitzoeken. Want heel veel shirtjes kunnen voor het naar Sam. Want het kind groeit als kool. Maar ja, dat krijg je ook met zulke goede eten, hè? Maar groeien ze hard. En we eten vandaag al de hele dag zonder filmpje. Liam zit lekker te eten. Sammy zit lekker te eten. Papa zit lekker te eten. Jordi zit lekker te eten. Lekker, hè, jongen? En mama natuurlijk ook. Mappa. Ik heb vandaag en gisteren niet zoveel gefilmd. Ik heb voornamelijk heel veel gedaan. Ook al zie je er nu niks van. Ik weet het. Nee, als Sam en Liam aan de slag gaan. En je bent continu aan het opruimen. En dat is niet erg, hè? Ik doe dat met liefde. Maar toch, je bent continu bezig. Dan moeten we ze nog leren opruimen. Ja, dat, ja, als je met Liam echt bezig bent, dan oké. Okay. Maar als Sam dan weer iets doet, is hij weer afgeleid. Doet hij weer niet meer. En dan wil hij niet meer. En dan is het gezeik. En wat. Maar ze slapen lekker. Rust. Wij gaan alsnog even opruimen. Ja. En dan is het einde van deze vlog gekomen. Ja, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.